Ik wil altijd uitzoeken hoe ik het gebruik van de magazijnruimte kan optimaliseren en de arbeidskosten kan verlagen bij de toenemende vraag naar logistiek. Met het RAAS-model is het efficiënter omdat de robots 24 uur per dag non-stop in ons magazijn werken. Het is niet nodig om rond te lopen met een fysieke bestellijst. Klik gewoon op een knop. De magazijnmedewerkers kunnen alles vinden. Dit kan menselijke fouten voorkomen en de nauwkeurigheid verbeteren. Ze hoeven alleen maar de pik- en opwerkprocedure uit te voeren, wat bijna de helft van onze arbeidskosten bespaart. In tegenstelling tot de pilotwagen is een smal gangpad voldoende voor de AMR-robots om doorheen te gaan. Het bespaart ongeveer 20% van de magazijnruimte. Het robot-as-a-service model helpt ons om de investeringskosten voor de automatisering van de magazijninfrastructuur te verlagen. En de regering van Hongkong zal ook 1-op-1 subsidie verstrekken. Als VPL kunnen we dus voldoen aan de zeer veel eisende logistieke behoeften en de e-commerce en online logistieke diensten van het MKB realiseren met behulp van AMR-robots.